Hey, hoe hadden jullie het thuis? Ja, met zo'n groot gezin, moeilijk. We waren arm in waar we mee rond moesten komen met elkaar en spullen die je nodig had. Maar we waren bijvoorbeeld heel rijk in de inzet die mijn ouders ervoor over hadden. Door toch elk jaar die winterjas aan te schaffen of die Nike Air Maxjes, want iedereen op school had die dingen. Dus anders hoorde je er niet bij. Ja. Dus daar deden ze wel gigantisch hard hun best voor om dat voor ons te realiseren. En dat zag ik toen niet zo goed, maar nu, jaren later, ga je wel beseffen van ze hebben het echt zwaar gehad. Hè? En dan met 8 van die aapjes. Ja. Ja, nou kennen wij elkaar goed en ik weet dat je bent weggelopen van huis. Ja. Wat was de reden daarvan? Thuis was, hoe vrij het ook was, met buitenspelen en thuis zijn en er werd goed voor ons gezorgd, was er altijd een vrees van, ja, die nacht, daar moeten wij hier niks van hebben. Je bent gewoon om 11 uur thuis, punt. En daar kon ik op mijn 18e, kon ik daar heel moeilijk mee omgaan. Tot op het punt dat ik een sociale omgeving in de stad had. En daar begon het feest pas rond dat tijdstip. Mm-hmm. En toen heb ik een beetje voor mijn eigen geluk gekozen en ben ik van huis weggegaan op mijn 18e.